Ik ben Jörgen van Rijen, ik ben solotrombonist van het Concertgebouworkest. En deze week is er iets bijzonders, want ik mag voor het orkest staan als de solist in de wereldpremière van een nieuwe tromboneconcert van Tandun. Het heet Three Muses in Videogame. Tandun is een componist die naast zijn werk voor symfonieorkest en voor klassieke dingen ook heel bekend is als filmmuziekcomponist. Tegenwoordig is de stap tussen filmmuziek en videogame muziek is eigenlijk steeds kleiner aan het worden. En hij ging dit stuk voor mij schrijven en toen heeft hij bedacht, hoe zou videogame muziek nu klinken? Dus het gaat over niet een specifieke videogame, maar over imaginaire videogames. Het idioom videogame muziek. En daar heeft hij drie delen geschreven. En die gaan alle drie over een verschillend oud Chinees muziekinstrument. De bili, de shishin en de sheng. En die heeft hij per deel eigenlijk gebruikt als zijn inspiratie en zijn muze noemt hij het. Dus het heet Three Muses in Videogame. Het is aan de ene kant spannend en groovy en echt een beetje game muziek met veel slagwerk en dat is spectaculair, dat is heel erg leuk. En tussendoor zijn hele mooie, bijna zoete Chinees klinkende melodieën die heel lekker zijn om te spelen met zo'n geweldig orkest achter je. Dus die twee combinaties, en dat vind ik ook de twee mooie kanten van het instrument. Veel mensen weten niet dat de trombone zangerig en melodisch en mooi kan klinken. Dat zit er heel veel in. En de trombone kan ook virtuozer en spectaculairder zijn dan veel mensen denken. En dat zit er ook in. Dus die twee kanten vind ik erg leuk dat die aan bod komen. Dus het eerste deel gaat over de bili. Dat is een soort oude hobo, een dubbelriet instrument. En die klinkt, dit is het thema van het stuk. En die probeer ik dus na te doen op mijn trombone. Het tweede deel gaat over de shishing. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Dat is een staand strijkinstrument met twee snaren en die klinkt ongeveer zo. En het laatste deel gaat over de sheng, een mondorgel van verschillende bamboepijpen die tegelijk gespeeld kunnen worden en die klinkt zo. Sowieso is het fantastisch voor ons instrument om zo'n nieuw stuk te krijgen. De trombone bestaat al heel lang, sinds 1450 geloof ik. Maar op de een of andere manier hebben we een beetje pech gehad dat net de allergrootste componisten in de afgelopen paar eeuwen niet voor trombone als solo-instrument hebben geschreven. Dus we hebben wel wat mooie stukken, maar weinig van beroemde componisten. Dus het is heel leuk dat nu een huidige beroemde componist, iemand van deze tijd die overal gespeeld wordt, dat die juist een tromboneconcert schrijft. Het is zo ontzettend bijzonder om dit te spelen hier. En het is nog bijzonderder om dat dan met mijn eigen orkest, met mijn eigen collega's te doen. Een fantastische concertgebouworkest in deze mooie zaal.